radio en tv voor Steenwijkerland. 105.4 FM. Ja, ik sta nog steeds in een hoogtent en ik zit hier dus aan om nog een tijd te halen. Kun je even kort vertellen wat jullie doet? Ja, in het kort, nou, dat is graag proberen. Ik ben hier met Julien Hornstra en met een tatoeage op tatoeages. We kunnen koeienvlaaien maken van een kijk, een cacao. We kunnen varkentjes maken van maskerpijn. Ik geef tatoeages weg, handtekeningen. En wat snel is het dus proberen een beetje gezellig te maken voor de kinderen gedaan. En is er ook een minimalisme? Nou, hoeveel hebben we er op de business? 50? Ja, maar we zijn net open. Maar iedereen is hartelijk welkom. Ik heb op 100 kinderen gerekend. Ja, de meeste kinderen wel. Iedereen kent me behalve Ria. Ria kent me. Ik ben wat ik kinderen en dat doe ik wel 15 jaar. En je was ook eigen ja. Ja, dat klopt. In Amsterdam, heel druk. En dan kun je bed and breakfast. En je kan lekker taartjes bij me eten. En koffie drinken en bananen. Dus de taart van mijn tanden eten. Nou, eigenlijk. Dank je dit. Goed zo. Je bent een goede interviewer. Veel succes. Alsjeblieft. Veel plezier.